naam is Henk-Jan Beltman. Ik ben de Chief Chocolate Officer van Tony Chocoloni. We maken chocola en dat doen we op een manier dat we daadwerkelijk alle chocolade, dus niet alleen van ons, maar alle chocolade wereldwijd slaafvrij willen maken. Duurzaamheid is een containerbegrip en eigenlijk hou ik daar niet van. Maar ik vind het belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat je kan zeggen dat je impact maakt op de inkomensstromen en op de sociale stroom van in ons geval de cacaoboer. Daarna kun je pas gaan focussen op het milieu en de bomen. Want op het moment dat iemand niet voor zichzelf kan zorgen en onvoldoende geld verdient, dan kun je niet van hem vragen, zorg nou dat je op een milieuvriendelijke en natuurlijke wijze gaat telen. Het ligt heel erg bij elkaar in het verlengde, maar onze prioriteit zit wel op de sociale factoren boven de milieufactoren. Twee dingen die voor mij heel erg belangrijk zijn, is één, met mensen waar je lol hebt, waar je daadwerkelijk een verschil kan maken om daarmee te mogen werken. En misschien wel een beetje arrogant te denken van, maar wij gaan het verschil maken. En aan de andere kant maakt het me heel trots als je in Afrika komt en ziet hoe de boeren zich ontwikkelen en wat daar voor stappen gezet zijn. Nou, dan denk ik wel bij mezelf, ja, ik heb echt de allerleukste baan van de hele wereld.